gaat vandaag eens oefendressuur. Ik weet niet wat met Vroon is, dat is heel druk. Dus ik doe even de box niet open, want het liefst eruit. Het regent, dus ik weet niet of we de proef op kunnen nemen. Ik hoop het wel. Ik ga eerst eens beginnen met invlechten, dat heb ik nog niet gedaan. Want de proef vanmiddag was. We zullen zien. Tess heeft vandaag... Nou ja, zeg. Wat is er nou? Dat is niet zo gek. Oh. Wat ben je lastig? Ja, je bent een beetje lastig vandaag. Maar rustig. Tess heeft vandaag minikamp, dus die vindt het allemaal heel spannend. En die heeft zometeen ook nog les. Dus misschien dat ik daar ook nog iets van film. Maar zoals gezegd, het regent. Dus ik weet niet hoe ver ik daarmee kom. Zo, wat denk jij? Je bent een beetje wild. Ja. Misschien moet ik eerst maar losgooien. Zullen we dat eerst maar eens gaan doen? Twee dagen rennen. Kom. Zo, vooral... Vrouw was een beetje, daar ben ik, een beetje ongedurig. Dus we hebben eerst eventjes in de paddock een beetje vrijheidsdressuur gedaan. Of natural horsemanship of lassoen of willemen. Het is maar net hoe je het wil noemen. Ik ga nu de normale invlechten. Ik maak gewoon knotjes eigenlijk omdat ik er niet zoveel inspiratie heb vandaag. En het is oefendressuur, dus gewoon even aan de slag met een borstel en in de zak. Een paar eetstukjes. Staat je mee of die gaat in de les rijden? Nou, Tess zit in de les samen met Tatum. Hier gebeurt ook niks, ze kan erop hangen. Daar is Tatum. Op wie zit je, Tatum? Op Darcy. En op wie zit jij, Tess? Pepper. Op Pepper. Heb je er zin in? Ja. Zo, vogeltje, Tatumtje, Tessatje. Zo, daar zijn ze. Eerste schimmeltje. Dan krijgen we het Tatumpje. En daar is het Tessatje. En ook in galop. Daar komen ze. Balkjes dragen. Dat is toch te schattig dit. Oh, komen ze nog een keer? Was dit het weer? Zo, die Tessa die rijdt gewoon voorop. Hoppa. Dat is ook durven. Tessa les is afgelopen en ik kom er net achter dat ik zowel mijn plafond als mijn handschoenen vergeten ben. Dus ik ga nog even naar huis om die te halen. Anders moet ik ze lenen. En ik heb ze liggen, dus kwartier verder. Dus ik ga even ze halen en Tessa gaat even afzadelen. Inmiddels zitten de vlechtjes erin. En nu ga ik poetsen en dan gaan we zomaar opzadelen. Vroon is gepoetst, dus nu ga ik nog even mezelf aanmelden, want anders weten ze niet dat ik er ben. Weten ze wel, maar goed, dat hoort gewoon netjes bij. Daarna ga ik haar zadelen en ga ik losrijden. Dus hierna kan je waarschijnlijk de proef al zien. Net gereden. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Veel beter dan de vorige proef. Niet dat ik beter gereden heb, dat weet ik niet. Maar wel gewoon veel leuker om te doen. Ik had nu alle tijd om in te rijden. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Dus straks de prijsuitreiking. Nou, geloof ik zelf niet dat dat wordt, maar dat geeft helemaal niks. En ja, dan zien we weer verder. Punten zijn binnen en die vielen alles mee, moet ik zeggen. Ik ben echt flabbergasterd, kan niet anders zeggen. Wil je de hele proef zien, die doe ik even apart op video, want anders wordt het een hele lange video. Maar die kun je door op het i'tje te klikken, kan je die aanklikken. Dan kan je proef 3 zien. Daarin had ik 181 punten. Ik zal ook alle commentaar van de jury eronder zetten. Dus dan kan je zien waar ik het fout en waar ik het goed gedaan heb. En voor proef 4, ook die zal ik helemaal apart erop zetten, had ik 180 punten. Dus voor alles gemiddeld 6 had ik echt
niet verwacht. Wel heel leuk. Wat er vooral staat is, paard moet meer in de aanleuning komen. Overgangen mogen vloeiender. Gereden worden, gehele proef nog netter afwerken. Succes! Dat was bij proef 3. En bij proef 4 staat, aanleuning moet beter, is nog erg onrustig. Zet zich nog te veel vast in de mond, waardoor de mond open is en de tong eruit. Figuren nog netter afwerken. Succes! Dus ik weet waar ik aan moet gaan werken. Ga ik ook zeker doen. Vond het heel erg leuk om te doen. En ik zie jullie heel graag in een andere video. Doeg!